Pijnlijk is het inderdaad gesproken. Ja, het valt wel mee. Het was pijnlijker volgens mij. Maar... Yo. Dus ik ben weer aan het vloggen geslagen en ik heb gewoon weer een nieuwe vlog. En ik zit nu achter op de fiets bij Scott. Yo! Scott is altijd van de... Oh, jezus. Scott is altijd van de feestjes. En ik ben ook altijd van de feestjes. Dus we gaan naar feestjes. Dat zijn altijd leuke dingen om te vloggen. Of niet? Zeker. We gaan nu naar Converse en dan naar G-Star. En daarna hebben we een fashion chick party met... 95% vrouwen en 5% mannen. Hey! Wat gebeurt hier? Nou, wat gebeurt hier? We verven dus met natuurlijke indigo. En al deze all-stars hebben we geverfd. Yeah. We werken met traditionele Japanse techniek. Ik snap het nog niet helemaal, maar we gaan het nu zien. En dan leren wij dit ook. Dan leren jullie dit helemaal. Oh. In het klein, zeg maar. Hier. Dank je. Ik snap er echt heel weinig van. Maar verder. Het lijkt heel ingewikkeld te zijn. Ik laat maar een biertje halen. Ik ook. Lekker negatief. Wat wil jij? Ja, ik neem wat die fles bij. Oké. Ben je niet in Jill's? Hey, je hebt echt wel een fantastisch haar trouwens. Vind je? Wat vind je er nou echt van? Ik vind het, ja, ik zou het zelf niet doen. Nee? Als ik een kind zou hebben die het zou doen, dan zou ik zeker niet durven. Nou. Maar ik vind het wel grappig. Je kan alleen nooit meer een rood shirt aan, met een vloekje. Purno de Purno. Ken je die nog? Nee. Ken je Purno de Purno? Moet je die kennen? Nee. Oké, ik ga nu een Purno de Purno opzoeken. Dit is Purno de Purno. Nee, daar lijkt ik helemaal niet op. Precies. Twee druppels water. Nee. Nou, dat vind ik wel echt beledigend. Kijk, dit is Purno. Wacht even hoor. Ja hoor. Het is nee. Hij lijkt er wel een beetje op. Volgens mij ben ik verdwaald. Mensen, laten weten, dit is Purno de Purno. Ja, laat even weten in de reacties. Ik heb het dus even opgezocht. Nee. Purno van Purno de Purno is een computergeanimeerd mannetje in een paars schaatspak. Met een hoog nasaal stemgeluid. Zijn grootste bijdrage aan de Nederlandse taal is de uitroep Sappere Docio. Dus altijd als je Sappere Docio hoort, dan heeft Purno de Purno. Ja. Kun je niet één keer Sappere Docio zeggen? Zeg even Sappere Docio. Sappere Docio. Nee, Sappere Docio. Ik kan het. Sappere Docio. Okay. Ik haat jou nu echt. Nou zeg. Feestje nummer zoveel van vandaag. We zijn nog niet klaar. We gaan even naar W. Hallo. Hey. Ik ben weer aan het bellen. En hij is weer aan het bellen. Ja, Thomas is aan het vloggen. Volgens mij boven in W is het helemaal gezellig. Aangekomen bij W. We hebben even een biertje gehaald voor 30 euro. Het is echt heel duur hier. En het duurt echt heel lang voordat je iets krijgt. W, je hebt wel mooi uitzicht. Doe er wat aan. Maar we hebben een heel mooi uitzicht. Hallo. Namelijk Lauren is aangeschoven. En we hebben ook een mooi uitzicht over de stad. Maar dit is ook nog niet echt de plek waar het feestje echt keihard aan is. Dus ik denk dat we hier ook weer weggaan. Zo meteen. We zijn bij de party van Fashion Chick. Ben jij een beetje Fashion Chick? Ik ben een fashion boy. Fashion boy. Ben jij een beetje fashion chick? Een enorme fashion chick. Ja toch? Hier is het. Bij de ballonnen. En we gaan naar binnen. Kijk, leuk plekje. Is wel heel leuk. En dan zal het daar zijn. Hey!
chick, hè? De fashion chick. Yes, welcome to my party. Zoek naar de fashion chick. Ja, hier is de fashion chick. Dat is de echte. Woep! Nou gaat het echt beginnen. Dit is een mooie locatie. En het mooie hier, het is het fashion chick feestje, dus er zijn alleen maar vrouwen. En ik. En wij. En wij, maar jij bent... Ja, maar jij bent vrouw. Kom. Bewijs. Kom maar, kom. We gaan zo naar de wc. Tijd om de witte te gaan. We gaan het zo laten zien. Is Laura een vrouw of niet? Zie je het zo. Zie je het straks? Als je abonneert, dan krijg je een extra video. Dan krijg je alleen te zien als je abonneert. En dan zie je dus of Laura een vrouw is of niet. Oké, dus zegt iemand, is er iemand geïnteresseerd in een tattoo? Ja, ik ben hoor, je kan lijst. Ja, ik heb hem even gecharterd. Hoela, nu meteen. Mag ik? Hey, tenzij er mensen zijn die komen dagen. Wat? Nu niet, maar wat moet ik zetten dan? Hier. Iets wat ik... Oh, ik moet kiezen? Ja, je mag kiezen. Tenzij jij een kleine mannelijke tas wil, zou je even moeten overleggen. Deze in je nek. Ik kan overleggen. Ja, maar dan wil ik wel iets, dan wil ik wel iets anders eigenlijk. Girl power. Maar heb je niet idee? Ik wil niet girl... Ik wil niet girl power. Idee voorleggen. Ik doe niet girl power op mijn lichaam. Laten we gewoon allebei een smile op onze hak doen of zo. Ja. Deze plek is mooi. Lieve schat, vraag. Ben je lenig? Een beetje. Want je moet een beetje met zwijg met je liggen. Dat gaan we doen. Spannend. Heel random. Ik loop een feestje in. Iemand zegt, wil je een tatoeage? Ja. En we pakken een tatoeage. Is je eerste? Nee, is mijn tweede. Hij heeft een Pikachu op zijn bil. Ja, dit is hem. Hey. Ik heb er dus nog eentje op mijn bil. En die is dus ook heel pijnlijk. Dat vind ik echt niet leuk. Zit er al te jeugd bij je? Oké, nu kan ik het niet. Pijnlijk is het inderdaad gesproken. Ja, het valt wel. Het voelt wel pijnlijker volgens mij. Maar... Ja, het voelt wel alsof je met een mesje in je voet prikt. Snijd. Je hebt laatste regel die vrij is. Vier mensen per uur. Maar ga je dit? Is dit de volgende keer? Oh man, hij staat. Is het hem? Hij staat! Yeah! Je tatoeage. Is dat voor de rest van mijn leven een smiley op mijn voet? Laat hem zien. Oh my god. Super. Hey, oh. Ik vind Jigglypuff leuk. Jigglypuff. Kan je het liedje over Jigglypuff? Nee, jij kan het meest. Oh, ik kan echt een soort van. Dat heb je lang. Nee, dat kan ik gewoon. Dit is een van mijn talenten waar ik achter ben gekomen toen ik in mijn jeugd. Ik kan verder heel weinig. Maar ik kan wel Jigglypuff nadoen. Ah, wow, dat ben je wel echt gewoon getalenteerd. Ze hebben dus bingo! Ik heb nummer 32. Ik ben benieuwd wat ze zeggen. 233! Nee. Ja, die is mooier dan de mijne. Wil je ook? We zijn met smiley team. De mijne heeft zijn tong uitgestoken. Ja. Kijk eens. Yeah. Hoor ik er nu bij? Lekker jongens. Lekker. Oké, Atje, de wedstrijd. Ze gaan atten en één van de twee gaat winnen. Wie van de twee? Ik ga beoordelen wie er wint. Oké, zijn we klaar? 3, 2, 1. Hij is niet leeg! Maar die is nog helemaal niet leeg. Je hebt geen slok genomen. En de winnaar is Bas! Ja, nu gaan we dan. Nu gaan we door. Bas is in de building. Als Bas er is. We zijn nu bij Nova. Nova. We zijn zeker bij de Nova. Okay, maar de Nova was wel leuk binnen. Ja, was heel leuk. We gaan weer weg bij de Nova. We gaan weg. Je hebt heel weinig te doen morgen, let me op. Wat je moet doen is cornflakes halen bij de Albert Heijn en dat opeten met karnemelk of melk. Of hazelnootmelk, sowieso hazelnootmelk. Volgende wat er gaat gebeuren is dat wij nu ergens een drankje gaan doen. Nee. Jawel, je zei vroeger, nee, maar ik bedoel die nee.
Ik bedoelde ja, toch? Ja. Oké, okay, let's go. Oké, okay, doe het. Oké, okay, ik heb net even een rock, paper, scissors verloren, dus ik moet nu een handstand doen. Handstand. Doe dan. Ja, doe het. Zijn nu wat vlog. Doe het, doe het. Doe nu. Zo. Dat is je laatste voor je. We kunnen door. We gaan een einde maken deze avond. Helemaal niet. Ja, wat is dit allemaal voor ons? Het was een hele goede avond. We waren met deze man en deze vrouw. Het was een hele goede avond. We hebben genoten, we hebben gedronken. En fuck jullie allemaal. Abonneer op deze man. Abonneer op deze man. Deze man. Love aan jullie. Boys, goede avond. Slaap lekker. Morgen naar school toe. Doe je ding. Deze avond was heel erg goed. Dit meisje, heel erg goed. Deze jongens vlog, heel erg goed. Ciao. Hey, ciao. Yeah.